man. Op verzoek van Mikos beginnen we met zijn NOS. Giovanni, het was de week van Oranje, weer geen eindtoernooi. Hoe heb jij ernaar gekeken? Teleurstellend natuurlijk. Als je voor de tweede keer achter elkaar niet kwalificeert voor een eindtoernooi, ja, dan komt dat wel aan. Zelf het gevoel ook gehad in 2002 voor Japan en Korea. Dus dat is niet niet goed. Is het een structureel probleem nu? Dat hoop ik niet. Twee keer achter elkaar is natuurlijk wel voor een land als Nederland heel... Heel gek eigenlijk. Als je natuurlijk de afgelopen WK's tweede wordt en derde. Maar uiteindelijk moeten we het volgende toernooi er wel staan. En als dat dan ook niet zo is, dan is het wel structureel. Als jij nu naar kijkt, deze kwalificatie die is mislukt, de vorige, heb jij er een verklaring voor? Is het puur kwaliteit? Is het ook iets anders? Oh, dus ik denk net dat het heel moeilijk is om daar iets over te zeggen. Je kijkt natuurlijk van een afstand. Je weet niet wat er met het team gebeurt als ze bij elkaar zijn. Maar het is natuurlijk wel een kwalificatie geweest met waar heel veel gebeurd is. Natuurlijk een wisseling van de bondscoach. Niet altijd alle spelers kunnen oproepen, veel wisselingen. Dus dat is nooit ideaal voor een bondscoach. En er wordt nu gekeken hoe het nu natuurlijk verder moet. Moet je misschien iets heel anders proberen om hieruit te komen uit deze crisis, als je het zo moet doen? Ja, dat hangt er vanaf. We hebben een nieuwe directeur komt eraan. Dus die in het verleden ook een club in de problemen naar boven heeft gebracht. En het is een mooie uitdaging voor Erik om daar samen met de andere mensen bij Zeist om hetzelfde te gaan doen. Ik denk dat hij jouw nummer wel heeft. Als hij jou belt en zegt, zou jij het willen bij ons? Wat zeg jij dan? Nee, ik zit niet bij Feyenoord en... Ik zit goed, ik heb het naar mijn zin, dus voor mij geen reden om weg te gaan hier. Dus als die vraag komt, is het antwoord nee? Als die vraag komt, als. Dan Feyenoord. Er komt een drukke fase nu aan. Hoe is het met de fitheid van de selectie? Bijvoorbeeld Jurgensen, is hij weer helemaal fit? Ja, Nico is fit. Heeft afgelopen dinsdag onderling 11 tegen 11 partij heeft hij meegedaan. Heeft de afgelopen dagen getraind. Dus is weer inzetbaar. Wil je hem dan rustig brengen? Of kan hij wel gewoon 90 minuten gelijk mee doen? Nee, ik denk dat 90 minuten zit er nog niet in. Hij heeft natuurlijk een aantal weken is hij eruit geweest. Dus we zullen dat ook de komende week moeten gaan opbouwen. Komt Shakhtar dan ook nog te vroeg? Om gelijk te beginnen, denk je, aan Ajax volgende week? Dat denk ik niet, maar dat zal de komende week moeten uitwijzen. Maar de verwachting is natuurlijk wel dat hij kan spelen deze week. En de andere geblesseerde spelers? Alleen de langdurige zijn nog eruit. Erik en Jan. En voor de rest heb ik iedereen beschikbaar voor morgen. Ja, beschikbaar en ritme is natuurlijk wat anders. Bijvoorbeeld voor de nieuwkoop van Beek, hoeveel kunnen zij meedoen? Die hebben natuurlijk de afgelopen weken wedstrijden weer gespeeld. Dus die zijn op dit moment zijn ze een stuk verder qua wedstrijdritme. Dus dat zal voor hun de komende week ook zaak zijn om minuten te maken. Maar nog niet 100% wedstrijdfit dus? Goed begrijp. Nee. Dankjewel. Rijmond. Ja, na een prachtige 0-4 in Alkmaar. Overroelde collega's van Tadega. Doe me gewoon makkelijk op Rijmond. Na zo'n prachtige 0-4, Giovanni, heb je eigenlijk als trainer weinig reden om te wisselen ook toch? Zou je zeggen? Zou je zeggen, ja. Of toch wel? Ik weet niet waarom ik... Zou er dan redenen kunnen zijn om iets te veranderen? Want dat draaide volgens mij precies zoals je wilt, toch? Ja, zeker. Zeker in de manier van spelen, ook de diepe spelers. En dat wij een uitstekende wedstrijd gespeeld hebben in Alkmaar. En ook verdiend daar de wedstrijd hebben gewonnen. Twee weken later nu, ik ben blij dat we een aantal spelers terug hebben. Ook qua ritme. Dus ik ben blij dat ik nu een grotere selectie heb om uit spelers te kiezen. En dat zal ik ook de komende weken gaan doen weer. Het ging al even over Bart Nieuwkoop en Sven van Beek. Was het fijn geweest als je nog een extra oefenwedstrijd had kunnen ingelasten in deze periode om toch nog wat meer aan dat ritme te werken? Ja, het zou super geweest zijn. Waarom is dat niet goed? Nou, we hebben wel natuurlijk gekeken of er teams beschikbaar waren.
Natuurlijk de Jubilee League had gewoon een competitieronde. We hebben het onderling opgevangen met de jeugd. Dat we ook een beetje zelf konden sturen hoe lang we zouden spelen. Dus dat, ik denk dat het op zich heel goed geweest is. Je hebt nu een nieuw centrum met Tapia en St. Justin. Maar ja, allebei weer uitgevlogen. Dus het is nog steeds misschien voor de jongens ook een beetje zoeken. Of valt dat mee? Zoeken in de zin van? Nou ja, dat ze nog niet zo al te veel natuurlijk samen hebben gespeeld in die verdediging bij jouw ploeg. Dat klopt. Dat klopt. Dat is natuurlijk de 2 keer met elkaar samengespeeld. Ook door omstandigheden, maar soms gebeurt dat in het voetbal. En ik moet zeggen dat ik daar wel heel tevreden over ben. Over hoe zij dat de afgelopen wedstrijd hebben ingevuld. Dat is volgens het nu natuurlijk in een kort tempo op. We gaan de sneltreinvaart gaan we verder. Ja, ook daarbij, je ziet hoe snel het nu kan gaan, dat zij er opeens staan. Ook met oog op Nieuwkoop en Van Beek. Die kunnen ook opeens zomaar aan de bak moeten als er iets gebeurt. Klopt, daar ben ik blij mee. Kan dat? Zijn ze inderdaad zo ver dat als ze echt moeten staan opeens 90 minuten, dat al kan met die jongens? Denk ik wel. Kijk, bij Bart is het natuurlijk niet heel lang eruit geweest in vergelijking met Sven. Maar ze hebben allebei de laatste maanden of de laatste weken mee kunnen trainen, hebben hun wedstrijden gespeeld. Sven natuurlijk ook nog een invalbeurt. Dus dat is voor mij, ik denk dat Sven nu al, ik ben blij waar hij staat nu natuurlijk na zo'n lange periode van aanwezigheid, dus dat zal voor Sven ook geen probleem zijn. Ik sprak een paar van jouw spelers, die spraken ook wel uit van ja, we hebben wel iets goed te maken in die Kuip na de laatste wedstrijd die we hier hebben gespeeld. Leeft dat gevoel ook zo bij de trainer? Ja, maar heel teleurstellend natuurlijk het resultaat tegen NAC. Dat hebben we, dus dat was balen. Dat was niet goed en dat willen we morgen rechtzetten. Succes ermee. Dankjewel. Wie? Vermeer is nog niet fit, toch? Nee, is nog niet. Heeft wel alles meegedaan, dus die zit er ook aan te komen. Zou ik met zijn handen nu? Hij doet alles op de training en ik denk dat een training met Galit, je krijgt zoveel ballen natuurlijk in de training, dat krijg je eigenlijk in de wedstrijd bijna niet. En dus hij doet daar alles in mee en dat ziet er goed uit. Oh, oké, okay. Dat hij in eerste instantie ook alles mee trainen, maar dan die hand niet mocht gebruiken. Ja, maar nu is hij volledig mee. Jurgensen is dan bijna fit. Ja. Je hebt Boetjes in de punt gezet. Dat was natuurlijk, is eigenlijk niet zijn plek. Is het dan moeilijk, want hij krijgt nu een zware concurrent erbij aan de linkerkant. Daar ga je straks misschien wel eens een keer tussen moeten kiezen. Is dat moeilijk, want hij heeft het op een plek moeten doen waar hij eigenlijk niet voor is gehaald? Nee, is niet moeilijk. Ik ben blij dat ik die keuze heb. En natuurlijk kijken naar posities waar ze normaal spelen. Nou, ik denk dat Jean-Paul de laatste wedstrijd wel goed heeft ingevuld. Maar je weet ook dat het niet zijn natuurlijke positie is. En natuurlijk als Nicolai weer helemaal fit is en kan spelen. Ja, dan moet ik keuzes maken. Maar ik heb liever dat ik keuzes moet maken dan dat ik ze niet heb. En welke van die twee, Larsson en Boetjes, is het meest geschikt om eventueel ook nog op 10 te spelen? Of zie je in beide geen... Nou, ik denk niet dat het echt op 10 je kan. Ja, wat is op 10 spelen? Je kan ook vanaf de zijkant naar binnen komen. En zeker de type spelers die we hebben. Met Steven, met Jean-Paul en Sam. Dat zijn spelers die vaak naar binnen trekken. En eigenlijk op die manier op 10 komen. Dus dat, en dat ligt ze alle drie. En verrast het jou dat Berghuis maakte vorig jaar 7 goals? Nu heeft hij er al 6 in. Is ook nog een wedstrijd geschorst geweest. Halve wedstrijd maar tegen PSV, denk je, bijna 6 wedstrijden. Ja. Verrast het jou dat zijn rendement zo enorm omhoog schoot? Nou, dat is natuurlijk wel wat je wil zien. Wat je zegt, hè, als je het hele seizoen vorig jaar vergelijkt met nu, dan zit hij daar bijna al op het totaal. Niet alleen met zijn goals, maar ook zijn inbreng voor het team, zijn assist. En je ziet gewoon dat Steven heel happy is en in vorm is. En dat straalt hij ook uit. Ik proef jou bij hem iets van, er is geen tweede kuit natuurlijk, maar die nam vaak de voortrekkersrol en dat een aantal andere spelers dat nu moeten gaan doen, dat hij het gevoel heeft, ik ben international, veel in Oranje gespeeld, ja. Dat hij dat moet gaan doen? Nou, je ziet wel dat hij het oppakt. En ook de manier van spelen, hoe hij zich opstelt, ook in de kleedkamer, heel enthousiast en elke wedstrijd willen presteren en winnen. En dat straalt hij wel uit en dat zie je denk ik ook op het veld. Maar je bent ook international geweest.
Waar zou Nederland zelf nou behoefte aan hebben? Is dat inderdaad aan een nieuwe trainer? Of zou advocaat met al zijn ervaring juist goed zijn in de toekomst? Zeg maar? Wat is nou nodig? Ja, het is moeilijk. Het is natuurlijk een aantal factoren die spelen. Het is niet alleen de coach. Het is natuurlijk ook het elftal, de spelers, de tegenstander. Dus het is denk ik niet makkelijk om te zeggen, nou, we wisselen de coach en het wordt vanzelf beter. Het is ook een samenwerking die je hebt. Het team, wat straalt het team uit? Wat voor spelers heb je? Hoe is de generatie in het algemeen? Kijk, en dat zijn natuurlijk een aantal dingen die moeten kloppen. En de laatste 2 jaar was dat niet zo. Wie nog? Nog één vraag. Ja. Amrabat deed heel goed als rechtsback tegen AZ. Nou heb jij en Sofian ook zelf wel gezegd dat rechtsback niet zijn eerste positie is natuurlijk. Maar zou het toch kunnen dat hij daar gewoon nu wel een paar maanden gaat blijven staan? Nou, een paar maanden is wel heel ver kijken. Maar het is natuurlijk wel een positie die invult op zijn manier en hoe ik wil dat hij dat invult. Dus dat is anders dan de andere backs die we hebben. Maar ik moet zeggen dat hij tegen AZ het invult zoals hij het moet invullen. En vanuit zijn sterkte kan spelen en de aanvallende impuls op zijn tijd kan brengen aan het team. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Alleen je kijkt natuurlijk ook naar je elftal ten opzichte van de tegenstander. Maar ik moet zeggen dat de afgelopen wedstrijd dat hij het daar goed gedaan heeft. Het is niet dat je zegt tegen hem, richt je volledig op die rechtsbackpositie. Nee, zeker niet, nee. Niemand meer. Mooi. Tot z'n allen. Jij bent er ook, ja? Ik heb niks. Nee? Laat maar weg, dan is het mooi.